Goedemorgen, mijn naam is Philip Domelijn-Nieuwenhuis en in dit college ga ik jullie iets vertellen over maag-darmmiddelen. Het doel van dit college is dat jullie wat meer inzicht en begrip krijgen in het gebruik van de geneesmiddelen die we in Nederland veel kennen en gebruiken bij de behandeling van maagklachten, als ook bij klachten van de darmmotiliteit, zijnde obstipatie, diarree. En ook bij klachten van misselijkheid. Specifiek bij maagklachten gaan we ook nader in op het zogenaamde step care model. Het wordt ook wel step up care model genoemd. En dat is eigenlijk een getrapte toepassing van verschillende middelen. Wat dat precies inhoudt, daar gaan we zo meteen op in. De leerstof van dit college is Medical Pharmacology at a Glance. De 8e editie en dan specifiek hoofdstuk 12, 13 en 30. De opbouw van het college is ook gebaseerd op deze drie hoofdstukken in deze volgorde. Als eerst gaan we in op de farmacotherapie bij maagklachten. Wat je ziet is dat de farmacotherapeutische behandeling van maagklachten, de middelen die daarbij worden toegepast, die worden breed toegepast, veel gebruikt. En wat je ziet is dat dat zijn weerslag heeft. In Nederland belanden frequent mensen op de spoedeisende hulp met allerlei klachten. En in deze tabel zie je eigenlijk een onderzoek van mensen die op de spoedeisende hulp zijn opgenomen ten gevolge van voorkombare medicatiegerelateerde aandoeningen. En wat je ziet is dat eigenlijk een significant deel daarvan te maken heeft met klachten die in het maag-darmkanaal optreden. Dat is vaak het gevolg van het onjuist voorschrijven van bijvoorbeeld antistolling. Maar het heeft ook te maken met het al dan niet onjuist voorschrijven van middelen die worden toegepast in het maag-darmkanaal. Dus het is wel relevant om hier wat van te weten. Ten aanzien van reflux en maag-ulcusklachten, die woorden worden vaak door elkaar gebruikt. En voor jezelf kan het handig zijn om eens goed te kijken naar deze woorden en je te realiseren dat het vaak te maken heeft met eigenlijk de anatomische locatie. Als we het hebben over refluxklachten, dan hebben we het over klachten van maagzuur in de slokdarm. En dan is het dus eigenlijk maagzuur op een plek waar dat niet hoort te zijn. Het gevoel van dat maagzuur wat omhoog komt en in de slokdarm irriteert, dat is wat we refluxklachten noemen. Reflux betekent letterlijk dat het omhoog komt, dus op een plek waar het niet hoort te zijn. Dat is vaak het gevolg van bijvoorbeeld een niet of slecht functionerende pylorus. En dat is de overgang tussen de maag en de slokdarm. Als die niet goed functioneert, dan kan het maagzuur bijvoorbeeld uit de maag in de slokdarm terechtkomen en daar klachten geven. Als we het over maag dan wel ulcusklachten hebben, dan hebben we het eigenlijk over klachten vaak van maagzuur, juist op een plek waar het wel hoort te zijn, namelijk in de maag. Al dan niet ten gevolge van een verstoring van de maagwand. En dit is bijvoorbeeld het geval bij een ulcus. Maag-ulcusklachten zijn dus klachten van maagzuur in de maag, terwijl refluxklachten al dan niet het gevolg zijn van een slecht of tijdelijk niet functionerende pylorus, waarbij het maagzuur in de slokdarm komt en daar klachten geeft. Als je kijkt naar waar de klachten vandaan komen, dan verschilt dat ook. Want het gevolg of de oorzaak van refluxklachten heeft dus te maken met dat het maagzuur op een plek komt waar het eigenlijk niet hoort te zijn. Al dan niet bijvoorbeeld doordat de pylorus zich ontspant. Dit is bijvoorbeeld het geval bij roken, waarbij nicotine die pylorus, die kringspier, ontspant. Alcohol of andere voedingsmiddelen kunnen daarnaast ook irriterend werken in de slokdarm en dat geeft eigenlijk ook refluxklachten. Daarnaast kan er sprake zijn van ulcuslijden. Daarbij maken we in de medische literatuur vaak onderscheid tussen een ulcus ventriculi of een ulcus duodeni.
Een ulcus ventriculi is een ulcus in de maag en een ulcus duodeni is een ulcus in het duodenum, de 12-vingerige darm. En dat is vaak meer het gevolg van het gebruik van bijvoorbeeld geneesmiddelen zoals salicylaten of NSAID's. Maar ook een bacteriële infectie kan een rol spelen. En daar gaan we later ook meer op in. De meest bekende hiervan is de Helicobacter pylori. De pathofysiologie van een ulcus is belangrijk om te weten. En een ulcus is eigenlijk een relatief breed begrip. Het betekent namelijk een verstoring van een beschermende laag boven het slijmvlies. En als je die beschermende laag eigenlijk doorbreekt of verstoort, dan kan het onderliggend weefsel, epithel, beschadigd raken. En een ulcus is eigenlijk een situatie waarin dat gebeurt en dan er letsel optreedt aan het onderliggend weefsel, waarbij dat onderliggend weefsel dan vervolgens weinig neiging tot genezing heeft. Vaak omdat het dan eigenlijk continu wordt blootgesteld aan schadelijke factoren, waar dat normaal niet het geval zou zijn, omdat er een beschermende laag overheen ligt. Op het plaatje zie je bijvoorbeeld een aft. En hoewel niet onderdeel van dit college, is het wel een goed voorbeeld van zo'n ulcus, waarbij de beschermende laag boven het epithel doorbroken wordt en het epithel zelf vervolgens beschadigd raakt en weinig neiging tot genezing heeft. Zoals net al genoemd, veel voorkomende oorzaken van een ulcus in het maag-darmstelsel, zeker in het bovenste maag-darmstelsel, dus de maag en de slokdarm, zijn met name de Helicobacter pylori en het gebruik van NSAID's. Dit is een overzichtsplaatje van die Helicobacter pylori. En het is een schematische weergave van eigenlijk de situatie in de maag. Wat je ziet is dat in plaatje 1 de Helicobacter zich nestelt tussen de beschermende slijmlaag en het epithel. En daar gaat hij zich zitten nestelen. Vervolgens veroorzaakt hij daar schade. En wat er dan gebeurt is dat eigenlijk die beschermende slijmlaag verdwijnt. Waardoor het maagzuur, in plaatje 4 zie je dat H+, het epithel kan bereiken en het epithel vervolgens ook beschadigt. En dan is er sprake van een ulcus. En die Helicobacter pylori die zien we eigenlijk steeds meer in Nederland. Met name vanwege immigratie uit Zuidelijk Europa, Oost-Europa, waar er een veel grotere incidentie is van die Helicobacter pylori. Een relatief groot percentage van mensen, met name buiten Europa of in Zuid-Europa, draagt die Helicobacter pylori namelijk met zich mee. In veel gevallen geeft dat overigens geen klachten, maar als je kijkt bij mensen die klachten hebben van ulcuslijden, dan heeft een significant gedeelte is er sprake van een ulcus, wat waarschijnlijk is veroorzaakt door zo'n Helicobacter pylori, en die is dan bij die mensen ook aantoonbaar. Maar met name door immigratie vanuit Zuid- en Oost-Europa zien we eigenlijk steeds meer klachten van ulcus lijden veroorzaakt door zo'n Helicobacter pylori in Nederland. We gaan nu in op de farmacotherapie. Dat is dus de behandeling van deze reflux- en maagklachten. Daarvoor moet je weten wat voor geneesmiddelen we daarvoor gebruiken. Dit is een stroomschema van het Nederlands Huisartsengenootschap, wat huisartsen en artsen in Nederland gebruiken om te bepalen wat voor behandeling er nodig is. Het eerste is natuurlijk dat een patiënt met maagklachten zich moet presenteren bij een arts. En als je dan kijkt naar wat die klachten zijn, waar mensen zich dan mee presenteren, dan is dat meestal dyspepsie. En dat is eigenlijk een algeheel gevoel van zuur in het bovenste maag-darmkanaal. Veel minder vaak voorkomend in eerste instantie meteen zijn ziekten van de slokdarm, bijvoorbeeld een ontsteking of een ulcus.
Algemene dyspepsie, zonder dat er sprake is van een ulcus, komt dus veel vaker voor dan ulcus lijden. Het is belangrijk om dan vervolgens te kijken naar alarmsymptomen. Alarmsymptomen kunnen zijn hematemesis, dat is het bloed braken, of melena, dat is eigenlijk het verliezen van bloed met de ontlasting. Melena betekent dan specifiek donkere ontlasting, omdat bloed dat in het bovenste maag-darmkanaal verloren gaat, vervolgens met de ontlasting wordt uitgescheiden. En dat geeft de ontlasting een specifieke kleur en geur. En dat is zwart en plakkerig en dat noemen we dan melena. Andere alarmsymptomen die je ook wel kunt voorstellen zijn aanhoudend braken, extreme pijnklachten, ongewild gewichtsverlies of ook anemie, dat is bloedarmoede. Persisterend bloedverlies kan leiden tot bloedarmoede en dat kan een reden zijn om te denken aan bijvoorbeeld een maligniteit in het bovenste maag-darmkanaal. Als er sprake is van alarmsymptomen, dan is farmacotherapie op dat moment niet direct geïndiceerd en dan moet verwijzing plaatsvinden snel. Als er geen sprake is van alarmsymptomen, dan is het belangrijk om te kijken naar oorzakelijke factoren. We hebben het net al gehad over oorzakelijke factoren, dat bijvoorbeeld NSAID's daar een grote rol in spelen. Als er sprake is van NSAID-gebruik, dan is het belangrijk om te kijken of er niet ook maagbescherming toegepast moet worden, of dat het bijvoorbeeld mogelijk is om de NSAID te staken. Als dat het geval is, dan moet je dat doen. Wat dat betekent, daar gaan we straks op in. Als daar geen sprake van is, dan bij een eerste episode geeft het Nederlands Huisartsgenootschap aan dient behandeling plaats te vinden van die maagklachten. In de meeste gevallen is dat dus dyspepsie. En hier hanteren we dat stepped care model. Even los van niet-medicamenteuze toepassingen, is dus die medicamenteuze behandeling volgens stepped care, wat betekent dat dat in Nederland geadviseerd wordt om in eerste instantie te starten met een antacidum, vervolgens als dat onvoldoende effect geeft een histamine-antagonist, en als die ook onvoldoende effect geven, kan gestart worden met een protonpomp-inhibitor, een protonpomp-remmer. Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld omeprazol of pantoprazol. Op die middelen gaan we straks nader in. Niet-medicamenteuze behandeling, dus niet-farmacotherapeutische behandeling, is wel belangrijk. Als net genoemd, roken kan een oorzakelijke factor zijn, met name ten aanzien van refluxklachten. We weten dat ook alcohol vaak een etsende werking geeft. En er is een grote variatie in voedingsmiddelen die bij individuele patiënten klachten kunnen geven. Bijvoorbeeld zure dranken, koffie, cola, kan soms klachten geven van zuurbranden. Als dat het geval is, dan moet je het advies geven om die middelen te staken. Ook de abdominale druk verminderen is belangrijk. We weten dat bijvoorbeeld bij patiënten die zwanger zijn, dat er minder ruimte is in de buik, waardoor letterlijk het zuur meer omhoog komt. Wat dus ook refluxklachten kan geven. Soms is er sprake van nachtelijke reflux. Dan kan geadviseerd worden om meer met het hoofdeinde omhoog te slapen, zodat het zuur letterlijk door de zwaartekracht minder omhoog kan komen. Al deze adviezen zijn dus met name effectief bij refluxklachten en zijn van weinig toegevoegde waarde in het geval van ulcuslijden. De medicamenteuze behandeling volgens dat stepped care model is op basis van de NRG-standaard maagklachten, op basis van de versie van 2013. Er zijn meerdere mogelijkheden die in deze slide 1 tot en met 5 zijn genummerd, waarbij specifiek 1 tot en met 3 bij elkaar staan om te illustreren dat die middelen volgens dat stepped care model worden toegepast. Prostaglandine-analoga hebben eigenlijk minder een plaats in de Nederlandse standaard.
En antibiotica volgens trippeltherapie is vooral geïndiceerd wanneer er sprake is van ulcus lijden ten gevolge van een bacterie, meest waarschijnlijk de Helicobacter pylori. Antacida zijn middelen zoals magnesiumhydroxide of aluminiumhydroxide. En dat zijn middelen die veel toegepast worden in Nederland. Bekende merknamen zijn bijvoorbeeld Rennies of Gaviscon. En wat die middelen doen is eigenlijk direct het maagzuur neutraliseren door een chemische reactie. En wat je ziet in dit overzichtsplaatje is dat er meerdere middelen in staan die we zo gaan bespreken. Zoals de PPI's, omeprazol, de histamine 2 blokkers, die zie je hierboven. En de antacida die staan hier beneden. En wat die doen is eigenlijk, als je die inneemt, hebben die een lokale werking. Namelijk in de maag gaan ze een reactie aan met het zuur dat daar zit. Hier H+. Die gaan daar een reactie mee aan en neutraliseren het vervolgens, omdat ze het omzetten in water. En dat is eigenlijk volgens een chemische reactie die je hier ziet staan. Magnesiumhydroxide in dit voorbeeld. In de maag komt het in contact met water en zuur. En het hydroxidegedeelte van magnesiumhydroxide gaat vervolgens de reactie aan met dat H+, waardoor het wordt omgezet in H2O. Het zet dus letterlijk lokaal het zuur om in water. Dat betekent dat het ook snel werkt. Het nadeel daarvan is dat het, hoewel kort klachtenverlichting, ook kan zorgen voor een rebound effect. Je kunt je voorstellen dat de maag gewoon doorgaat met het produceren van maagzuur. En dat je vervolgens snel weer opnieuw klachten kunt krijgen. Het heeft dus alleen zin bij kortdurende incidentele klachten. Interacties zijn er ook. Magnesiumhydroxide neutraliseert maagzuur. Dat betekent dat er dus wel zuur ook moet zijn om te neutraliseren. Ook zien we dat antacida soms slecht resorbeerbare complexen vormen met andere middelen lokaal in de maag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tetracycline, zoals doxycycline, een antibioticum, waarmee het dan een verbinding aangaat. En het gevolg is eigenlijk dat dan beide middelen niet meer goed werken. Als dat het geval is, dan moet je die middelen dus wel los van elkaar innemen met een bepaald tijdsbestek ertussen. Bijwerkingen hebben deze middelen ook. Met name magnesiumhydroxide kan veel laxatie geven. Aluminium kan met name obstipatieklachten geven. Wat er vaak wordt gedaan is dat in één preparaat beide middelen worden gecombineerd, waarbij de bijwerkingen eigenlijk in dit geval worden opgeheven door het gecombineerd gebruik. En deze groep middelen die hebben eigenlijk een indirect effect. De volgende groep middelen die we gaan bespreken zijn de histamine 2 receptor antagonisten. En deze middelen hebben eigenlijk een indirect effect. Wat ervoor nodig is dat deze middelen eerst het maag-darmkanaal passeren, vervolgens in de bloedsomloop in de darm worden opgenomen en via de bloedsomloop de maag weer bereiken, waar ze de histamine 2 receptor blokkeren. Doordat ze deze blokkeren, gaat er via een indirect effect verminderde zuurproductie plaatsvinden. En die verminderde zuurproductie zorgt dus voor minder zuur in de maag. Voorbeelden van deze middelen zijn ranitidine of cimetidine. Nou ja, zoals net al genoemd, die blokkeren de histamine 2 receptor op de parietale cel in de maag. Het voordeel is dat die langer werken, tot wel 12, 24 uur. En ze worden met name toegepast bij klachten van nachtelijke zuurproductie, bijvoorbeeld dan een eenmalige dosis. Cimetidine heeft wel wat interacties en dat is de reden dat met name ranitidine in Nederland veel wordt toegepast. Maar ze zijn een paar jaar geleden in het nieuws geweest. Toen bleek dat ranitidine
dat daar een batch van vervuild was. Toen is een flinke dosis teruggehaald door de inspectie. Die middelen worden sindsdien minder voorgeschreven. En de derde categorie middelen die we bespreken, die worden toegepast volgens dat stepped care model, zijn eigenlijk de krachtigste middelen die we hebben. Dat zijn de zogenaamde proton pump inhibitors of proton pump remmers, alhoewel er vaak naar gerefereerd wordt als PPI's. Het bekendste voorbeeld is omeprazol, maar een ander veelgebruikt middel is pantoprazol. Die middelen, die je in de overzicht hier rechts onderin ziet staan, die hebben eigenlijk een directe werking op de protonpomp, de zuurpomp. En dat is eigenlijk het gedeelte van de pariëtale cel dat het zuur vanuit de cel zelf de maag inpompt. Door dat te blokkeren wordt er minder zuur de maag ingepompt en heb je dus letterlijk minder maagzuur. Wel belangrijk om te weten is dat deze middelen, hoewel een direct effect op de protonpomp, ze niet lokaal werken, ook al zou dit plaatje anders suggereren. PPI's moeten eerst de maag passeren, worden vervolgens in de darm opgenomen en vervolgens via de bloedsomloop weer terug naar de maag gebracht. Deze middelen werken dus niet lokaal, maar systemisch. Ook al zou dit plaatje suggereren dat ze dat, net als Antacida, juist lokaal doen. Maar PPI heeft dus een systemisch effect. Als net genoemd, omeprazol, pantoprazol, maar ook esomeprazol zijn de bekendste vormen. En het voordeel van deze middelen is dat ze erg lang werken, tot wel 24 uur. Ze werken ook erg krachtig, dus hebben een sterk effect. Bijwerkingen valt eigenlijk wel mee. Een nadeel is dat als je de maagzuurproductie omlaag brengt, dat je het zuurmilieu kunt aantasten, omdat er echt veel minder maagzuur in de maag is. Terwijl dat soms juist nodig is, bijvoorbeeld in het geval van ijzersuppletie, wat toegepast kan worden in de behandeling van bloedarmoede. Ijzersuppletie kan dan niet meer goed plaatsvinden, omdat die tabletten juist een zuurmilieu nodig hebben voor goede opname. Ook, maar dat is niet heel goed onderbouwd wetenschappelijk, is de gedachte dat door het zure milieu dermate aan te tasten, dat gastrointestinale infecties makkelijker kunnen plaatsvinden. Je kunt je voorstellen dat het zuurmilieu nodig is om ongewenste indringers buiten het gastrointestinale systeem te houden. En dat als je geen zuurmilieu meer hebt, dat er dan makkelijker infecties van de darm kunnen plaatsvinden. Prostaglandine-analogen bespreken we maar kort. Het meest bekende voorbeeld is misoprostol. Maar die middelen hebben eigenlijk in Nederland geen plaats in de behandeling van maag-darmklachten. Een prostaglandine-analoog kan wel toegepast worden bij de gynaecologie in het geval van zwangerschap. En dan wordt het vaak lokaal toegepast om baring te induceren, maar dat is iets heel anders dan de behandeling van maag-darmklachten. Nou, hoe ziet dat stepped care model er dan uit? We hebben het net al even genoemd. Dat stroomschema van de Nederlands Huisartsengenootschap. Belangrijk is om dan eerst eigenlijk na te gaan wat patiënten thuis gebruiken. Met name rennies, dus Antacida, worden vaak door mensen al bij de drogist, bij de kruidvat gehaald en zelf toegepast. Dat zijn middelen die ook zonder recept verkrijgbaar zijn. Nou ja, een voorbeeld kan dus zijn het toepassen van magnesiumhydroxide. Dat kan in tabletten, in dit geval zie je een suspensie. En een tweede stap is dan het toepassen van een histamine 2 receptor antagonist. Vaak wordt dat pas gedaan na 2 tot 4 weken, om eerst eigenlijk het effect van een minder invasieve of minder erge behandeling te evalueren. Stap 3 is dan het toepassen van een PPI, bijvoorbeeld omeprazol, pantoprazol. Het stepped care model schrijft voor dat je dat als derde stap moet doen. In de praktijk zien we dat eigenlijk steeds vaker
hier dit middel direct wordt voorgeschreven. Vaak omdat mensen zelf al een antacidum hebben gebruikt en omdat een protonpompremmer toch vaak beter werkt dan een histamine 2 receptor antagonist. Als we dan teruggaan naar het stroomschema wat we net lieten zien, dan zie je hier weer dus de eerste stap antacida, tweede stap histamine 2 receptor antagonist en de derde stap een protonpompremmer. Steeds toepassen wanneer eigenlijk de stap daarvoor onvoldoende effect heeft gehad. Maar er zijn gevallen waarin dan ook protonpompremmers eigenlijk onvoldoende klachten geven. Als dat zo het geval is, dan moet je naar de onderzoek gaan doen waardoor dat dan komt. En vaak kom je dan uit op een ulcus. Dus nu gaan we verder in op de behandeling van ulcuslijden. Nou, hier gaan we verder in dat stroomschema met die persisterende klachten die dan er kunnen zijn ondanks adequate behandeling met bijvoorbeeld een protonpompremmer. En dan adviseert het Nederlands Huisartsgenootschap om een Helicobacter pylori test te doen. Als die positief is, dan is het advies om die te eradiceren. Nou, die Helicobacter pylori, net al genoemd, komt voor bij mensen. In Nederland tot wel 40% van de mensen draagt die bij zich. En vaak geeft dat dus helemaal geen klachten. Maar we weten dat een significant deel van de mensen die wel klachten van ulcus lijden hebben, dat dan vaak door een Helicobacter pylori is. Dus vandaar dat je eerst die test doet en als die positief is, dan is het advies om die te eradiceren. Nou, wat is dan de therapie om die te eradiceren? Dat is de zogenaamde trippeltherapie. Het heet trippeltherapie omdat het eigenlijk bestaat uit drie middelen. Namelijk een combinatie van twee antibiotica en een protonpompremmer. Dit is het advies van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. Een Nederlandse stichting die nationaal antibiotica beleid maakt. En het advies in het geval van trippeltherapie om een Helicobacter pylori te eradiceren is de combinatie van amoxicilline en clarithromycine bij de PER-OS. Een kuur van 7 dagen in combinatie met een protonpompremmer. En dat is dan een kuur van een week. Je kunt die middelen los voorschrijven. Maar er zijn ook preparaten bekend waarbij eigenlijk de drie middelen in één tablet worden gecombineerd. In het geval van een beta-lactamallergie, dus een penicillineallergie, is het advies om amoxicilline, zijnde het penicillinederivaat, te vervangen door metronidazol. In dat geval komt de behandeling er dus uit te zien zoals in de onderstaande tabel, namelijk een combinatie van clarithromycine en metronidazol. Allebei een kuur voor 1 week. De protonpompremmer die wordt voorgeschreven is eigenlijk om het zure milieu in de maag omlaag te brengen tijdelijk, zodat de antibiotica beter bij de Helicobacter pylori kunnen. Wat belangrijk is, is wel om als die Helicobacter pylori eenmaal is geëradiceerd, dat eerst dan te testen. Dus eerst testen, dan trippeltherapie en dan wel te kijken of dat effectief is geweest. Als die test dan vervolgens negatief is, dan is het wel de bedoeling ook om die zuurremming af te bouwen. Om te kijken of de klachten dan ook weggaan. Belangrijk ten aanzien van de controle van de eradicatie is dat dat pas 2 weken na de trippeltherapie dient plaats te vinden. Dat kun je vervolgens doen en ook in eerste instantie met een ademtest of een fezestest. Maar we weten dat in de eerste 2 weken na het eradiceren van die Helicobacter kunnen er nog steeds fout positieve testen plaatsvinden. Waarbij dus de test wordt toegepast, een positieve uitslag geeft. Ook al is de Helicobacter pylori in feite al geëradiceerd. In dat geval zijn er gewoon nog resten van de bacterie die met bijvoorbeeld de ontlasting het lichaam verlaten. Ook als die Helicobacter pylori is geëradiceerd, is er wel nog sprake van een ulcus.
Ook dit is een reden dat je tijdens de trippeltherapie al een protonpompremmer geeft. Dat ulcus moet namelijk wel ook gewoon behandeld worden. En zoals al eerder genoemd, een ulcus heeft eigenlijk een slechte tendens tot genezing. Zeker in de maag waar een zuur milieu heerst. Daar moet dat zure milieu omlaag worden gebracht, of eigenlijk verminderd worden, zodat het ulcus beter de kans heeft om te genezen. En we hebben in Nederland afgesproken dat een goede termijn in dat geval eigenlijk 4 weken behandeling is van een ulcus middels een protonpompremmer. Die je dan dus gebruikt om dat zure milieu minder zuur te maken, zodat het ulcus lokaal na eradicatie kan genezen. Na zo'n trippeltherapie moet je dus nog 4 weken een protonpompremmer gebruiken. En pas halverwege die periode van 4 weken is het de bedoeling om een Helicobacter pylori eradicatietest te doen. Als die inderdaad dan negatief is, dan moet het nog 2 weken doorbehandeld worden. Wat zijn nou belangrijke boodschappen ten aanzien van wat we net allemaal besproken hebben? Als iemand komt met een eerste episode van maagklachten, is nog niet direct Helicobacter pylori diagnostiek geïndiceerd. Eerst moet je farmacotherapie toepassen volgens dat step-up beleid of stepped care model, waarbij je begint met een antacidum. Vaak hebben mensen dat echter zelf al gebruikt. De richtlijn adviseert vervolgens bij onvoldoende effect een histamine 2 receptor antagonist en daarna pas een protonpompremmer. Als er dan persisterende klachten zijn, dan is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van een Helicobacter pylori dragerschap. Als dat het geval is, dan vermoeden we dat die klachten daardoor komen en dan wordt dus eradicatietherapie, of eigenlijk diagnostiek en vervolgens eradicatie daarvan toegepast. Als er sprake is van maagklachten bij NSAID-gebruik, dan is het belangrijk om daar naar te kijken. En daar gaan we het eigenlijk nu over hebben, want NSAID's zijn de andere grote groep patiënten met NSAID-gebruik, waarbij vaak sprake is van ulcuslijden. Dat kun je bovendien vaak goed voorkomen. Nou, hoe zit dat dan? Deze slide hadden we het net al over, maar dan met een ander plaatje. Hier in het plaatje zie je eigenlijk een ulcus duodeni. Dit is een plaatje genomen tijdens een gastroscopie, waarbij met een camera via de mond naar binnen is gegaan en in de 12-vingerige darm is gekeken. En dan zie je daar een ulcus in de 12-vingerige darm, waarbij het onderliggend epithel beschadigd is. En die beschadiging die kan niet goed genezen. In dit geval meestal door aanpassing of aantasting van het bovenliggend slijmvlies. De Helicobacter pylori eradicatie en diagnostiek hebben we het net over gehad. Een andere veel voorkomende oorzaak zijn dus NSAID's. Nou, hoe zit dat dan met die NSAID's die een ulcus kunnen veroorzaken? Hier in het midden zie je eigenlijk 3 in Nederland veel gebruikte NSAID's. Zijn de naproxen, ibuprofen en diclofenac. En die middelen kun je ook wel COX-remmers noemen. COX is een enzym dat in het lichaam nodig is voor het adequaat beschermen van de maag, van het epithel onder andere. En dat is met name het gevolg van COX-1. COX-2 is een daarop gelijkend enzym dat eigenlijk andere functies heeft. En naproxen, ibuprofen en diclofenac zijn NSAID's die op beide enzymen een remmend effect hebben. De mate waarin ze op COX-1 of COX-2 effect hebben verschilt wel per middel. We zien bijvoorbeeld dat naproxen een sterker remmend effect heeft op COX-1 dan ibuprofen en diclofenac. Diclofenac daarentegen heeft een sterker remmend effect op COX-2 en minder op COX-1. Maar in beide gevallen geldt dat ze op allebei de enzymen een remmend effect hebben.
Het gevolg van de sterkere COX-1-remming van naproxen is wel dat er dus sneller ulcus lijden dan wel maagklachten optreden bij het gebruik van naproxen dan bij het gebruik van diclofenac. Over het algemeen adviseren we eigenlijk bij alle NSAID's in bepaalde patiëntencategorieën maagbescherming. Dus dit verschil tussen COX-1 en COX-2 remming is wel relevant om te weten. Maar als we kijken naar de toepassing van maagbescherming bij NSAID's, dan geldt dat voor alle NSAID's en niet specifiek voor bijvoorbeeld naproxen. Nou, hoe zit dat dan met die ulcuspreventie bij NSAID's? Dit is tekst afkomstig uit de Nederlandse NAG-standaard maagklachten, dan het onderdeel maagbescherming. En het Nederlands Huisartsengenootschap geeft aan dat maagbescherming middels een protonpompremmer bij een niet-selectief NSAID is geïndiceerd bij bepaalde patiëntencategorieën. Het is belangrijk om te weten dat een niet-selectief NSAID zijn dus alle drie de net genoemde NSAID's. Want naproxen, ibuprofen en diclofenac hebben alle drie zowel affiniteit voor COX-1 als COX-2. En die drie middelen noemen we dan alle drie een niet-selectief NSAID. Nou, als een patiënt een van die drie middelen gebruikt en bijvoorbeeld 70 jaar of hoger is, dan weten we dat het risico op een ulcus ten gevolge van NSAID-gebruik bij die patiëntencategorie dusdanig is toegenomen dat we zeggen, of dat de richtlijn voorschrijft dat maagbescherming met een protonpompremmer geïndiceerd is voordat überhaupt zo'n ulcus kan optreden. Er zijn ook andere risicofactoren die de kans op een ulcus doen toenemen. Dat is bijvoorbeeld een leeftijd tussen de 60 en 70 jaar en diabetes of hartfalen of andere co-medicatie die we zo meteen zullen noemen. Als er sprake is van twee of meer van die factoren, geeft het Nederlands Huisartsgenootschap aan, dan is eigenlijk ook maagbescherming geïndiceerd. Acetylsalicylzuur, daar is nog een aparte tekst over. En dat is omdat acetylsalicylzuur, ascal of carbazolaat calcium zijn andere namen daarvoor, dat is ook een NSAID, een niet-selectief NSAID. Maar dat wordt in Nederland eigenlijk niet als NSAID zijnde toegepast. Acetylsalicylzuurderivaten worden in Nederland met name in lage doseringen toegepast. Als zijnde een trombocyte-aggregatieremmer en dat is eigenlijk een middel tegen de bloedstolling. Bijvoorbeeld patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt, die krijgen acetylsalicylzuur voorgeschreven. Maar dat is dan wel in een veel lagere dosering. Daardoor neemt de kans op een ulcus minder snel toe dan bijvoorbeeld bij het voorschrijven van ibuprofen. En daarom zijn de criteria van de richtlijn ook iets milder. Dus daarbij wordt eigenlijk voorgesteld om bij patiënten die acetylsalicylzuur gebruiken, pas bij een leeftijd van 80 jaar, een protonpompremmer preventief voor te schrijven als zijnde maagbescherming. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vanaf een leeftijd van 70 jaar of hoger, bij het gebruik van een regulier NSAID, zoals bijvoorbeeld ibuprofen. Nou, wat is dan co-medicatie met een hoger risico op maagcomplicaties, waar we het net al even over hadden. Dat zijn met name middelen die op de stolling werken, zoals coumarine-derivaten. Voorbeelden daarvan zijn acenocoumarol of Marcomar. Of andere plaatjesremmers, clopidogrel. Of systemisch werkende glucocorticoïden. En dus bijvoorbeeld prednison. Overige maag-darmklachten gaan we het nu over hebben. En dan gaat het met name over klachten van darmmotiliteit zoals diarree en obstipatie. Maar we gaan zo ook in op geneesmiddelen die worden toegepast bij klachten van misselijkheid en of braken. Middelen die worden toegepast in de behandeling van diarree.
belangrijk om dan eerst te kijken naar wat is de oorzaak van acute diarree. En die is eigenlijk vrijwel altijd van infectieuze of toxische aard. Soms kan er ook een verandering van voeding of intense fysieke activiteit een rol spelen. Dan heeft het met name te maken met shift in elektrolyten. Diarree is natuurlijk vervelend, dus daarom is de behandeling met name gericht op symptoombestrijding en ondersteuning, bijvoorbeeld in het geval van elektrolytenverlies ten gevolge van diarree. Dit heeft met name de aandacht bij risicogroepen. De oorzakelijke behandeling die is minder relevant. We weten dat acute diarree vaak self-limiting is. Middelen die worden toegepast in de symptomatische behandeling van diarree zijn bijvoorbeeld actieve kool, loperamide en ORS. En die middelen zullen we dan ook kort gaan bespreken. Actieve kool, bekende merknaam is ook Norit. En dat is eigenlijk een stof die wordt toegepast lokaal in het maag-darmkanaal. En actieve kool heeft een heel groot oppervlak en kan daardoor veel in water opgeloste stoffen in het maag-darmkanaal absorberen. Dat absorbeert dan water en is in die zin een symptomatische behandeling van diarree. Het wordt in Nederland vooral toegepast bij intoxicaties, omdat het naast water ook toxische stoffen of geneesmiddelen waarmee een intoxicatie gepleegd kan zijn, kan absorberen. Veel vaker toegepast in de behandeling van diarree in Nederland is loperamide. Loperamide is een stof die met zeer hoge affiniteit aan een bepaalde receptor in de darmwand bindt, de zogenaamde MU-receptor. Die receptor ken je misschien omdat het ook een receptor is waar opiaten, als zijn de pijnstillers, aan binden. En die zorgen dan ook voor obstipatie. Dat is een bijwerking van een opiaat. Loperamide bindt dus aan deze receptor zonder dat het een pijnstillend effect heeft. En daarom wordt het toegepast in de symptomatische behandeling van diarree, omdat het eigenlijk daarmee de darmmotiliteit vertraagt. Bijwerkingen zijn vanzelfsprekend obstipatie, bijvoorbeeld in het geval van een overdosering van loperamide, als ook winderigheid en braken bij volledig stilleggen van de darmmotiliteit. Er zijn ook wel interacties met loperamide. Remmers van het enzym CYP3A4 die zorgen ervoor dat loperamide eigenlijk niet meer goed kan worden afgebroken en dat de plasmaconcentratie daardoor ervan toeneemt. Een hogere plasmaconcentratie van loperamide zorgt dus voor een hoger effect of een sterker effect, waardoor er sprake kan zijn van obstipatie als loperamide tegelijkertijd wordt gebruikt met een CYP3A4 remmer. Voorbeelden van CYP3A4 remmers zijn itraconazol en ketoconazol. Dat zijn middelen die worden toegepast in de behandeling van schimmels. Als er sprake is van een overdosering van loperamide, dan kun je een opiaatantagonist toepassen. Een voorbeeld daarvan is naloxon. En dat is een competitieve mu-receptor-antagonist die dus op diezelfde receptor gaat zitten en daarmee de werking van loperamide verhindert. Dit middel wordt ook toegepast in de behandeling van overdosering van opiaten. ORS is eigenlijk niks anders dan het suppleren van dat wat vaak verloren gaat, namelijk vocht en elektrolyten. ORS is niks anders dan een zakje met elektrolyten dat dient te worden opgelost in water. En bij het suppleren van die vloeistof suppleer je dus vocht en elektrolyten die vaak verloren gaan bij diarree. Dit wordt met name toegepast bij risicogroepen zoals ouderen of kinderen die kwetsbaar zijn. Ten gevolge van diarree kunnen die dermate veel vocht en elektrolyten verliezen dat er bijvoorbeeld ernstige dingen kunnen optreden zoals bijvoorbeeld ritmestoornissen.
Dan gaan we over op de behandeling van obstipatie. En daarvoor passen we middelen toe die een laxerend effect hebben. Deze groep middelen noemen we dus laxantia. Nou, wat is de definitie van obstipatie? Obstipatie is eigenlijk een abnormale retentie van ontlasting, dan wel door vertraagde passage, dan wel door vertraagde of gestoorde lozing. Dat noemen we defecatie. Er kunnen van allerlei dingen ten grondslag liggen aan obstipatie, bijvoorbeeld motiliteitsstoornissen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval van metabole of endocrine stoornissen, maar het kan ook permanent zijn. De ziekte van Hirschsprung is bijvoorbeeld een lokaal neurologisch probleem van de darm, waardoor er eigenlijk geen of weinig motiliteit van de dikke darm is. Er kan ook obstructie plaatsvinden, bijvoorbeeld door een tumor of door een structuur in het geval van langdurige ontsteking. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de ziekte van Crohn. Overigens kunnen lokale ontstekingsziekten van de darm ook juist voor diarree zorgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ziekte colitis ulcerosa. Om obstipatie vast te stellen is het wel dus belangrijk om te kijken naar zowel objectieve als subjectieve gegevens. Objectief is eigenlijk hoe vaak is er sprake van ontlasting. En er is een behoorlijke variatie in wat voor iedereen normaal is. De ene persoon heeft elke dag ontlasting, andere personen eens in de 3 dagen. En het is belangrijk eigenlijk om te kijken naar wat voor die persoon normaal is en dan vervolgens te kijken naar hoe vaak die patiënt zich ontlast op het moment dat hij klachten heeft van obstipatie. Daarnaast zijn er ook subjectieve klachten die we niet goed kunnen objectiveren, zoals een vol gevoel of harde ontlasting of vaak aandrang, waarbij er dan geen defecatie plaatsvindt. Obstipatie kortdurend is vaak geen probleem. Maar als er sprake is van obstipatie over langere tijd, bijvoorbeeld langere tijd een afgenomen frequentie van defecatie, dan kunnen er vaak wel klachten ontstaan van bijvoorbeeld aanbijen, dat noemen we hemorroïden, als ook anale fissuren of fecale impactie. Dat is eigenlijk het samenklonteren van ontlasting in de darm lokaal, waarbij het steeds moeilijker wordt om die te lozen. Nou, als net genoemd al, objectieve maatstaven. Er is een grote variatie in defecatiefrequentie die voor personen normaal zijn. Maar minder dan 3 keer per week vinden we wel te weinig. Of als mensen er heel erg lang over doen, bijvoorbeeld meer dan 10 minuten. Of als er veel kracht moet worden gezet. Het komt ook wel redelijk veel voor obstipatie. 1 op de 10 verder gezonde personen heeft wel eens klachten van obstipatie. Maar met name bij patiënten met bijvoorbeeld waarbij er sprake is van een palliatieve fase in de behandeling van kanker, is er veel sprake van obstipatie, al dan niet van ten gevolge van het toepassen van veel pijnstillers, zijn de opiaten. Maar ook patiënten met chronische klachten van bijvoorbeeld hartfalen of CPD zien we veel obstipatie. Vaak is dat dan gerelateerd aan verminderde beweging. In het algemeen geldt dat we vaker obstipatieklachten zien bij vrouwen en bij patiënten op oudere leeftijd. Maar wat hier niet bij staat is dat er bij kinderen ook wel vaak sprake is van obstipatie. Dan heeft het vaak minder te maken met verminderde darmmotiliteit, maar meer met dat kinderen nog niet getraind en geoefend zijn in eigenlijk dagelijks de tijd nemen voor ontlasten. Middelen die we toepassen in de behandeling van obstipatie noemen we laxantia. En die kun je eigenlijk uitsplitsen naar werking. Meest toegepast in Nederland zijn osmotische en tegelijkertijd ook volumevergrotende laxantia. Het meest voorgeschreven middel is Macrogol, bekend onder de merknaam Movicolon. En die zorgen er eigenlijk voor dat er meer water wordt vastgehouden in de darm. Door een osmotisch effect en door het vasthouden van water in de darm neemt de consistentie
Die wordt zachter en het volume neemt toe. Er zijn ook middelen die voornamelijk volumevergrotend werken, zoals zemelen. En dan hebben we ook nog contactlaxantia, die eigenlijk lokaal de motiliteit stimuleren. Een bekend voorbeeld is bisacodyl. Zemelen of psylliumvezels, dat zijn middelen die bestaan uit moeilijk afbreekbare polysacchariden. En die zorgen eigenlijk dat er water wordt opgenomen en vergroten daarmee de massa. Een gevolg van toegenomen massa is overigens ook prikkeling van de darm en daarmee toename van peristaltiek. Dus in die zin zorgen ze ook indirect voor toegenomen peristaltiek. Peristaltiek is het eigenlijk contraheren van de darm waarmee die wordt voortgeduwd, waarmee de ontlasting wordt voortgeduwd, zodat er uiteindelijk in de endeldarm ontlasting plaats kan vinden. Osmotische laxantia, macrogol is het meest bekende voorbeeld. Die zorgen eigenlijk dat er water in de darm wordt aangetrokken en dan dus ook tot peristaltiek zorgen. In die zin werken deze stoffen dus eigenlijk hetzelfde als de vorige groep, met het verschil dat dit over het algemeen anorganische stoffen zijn. Stimulantia werken wel anders dan de vorige twee groepen. Die zorgen eigenlijk niet zozeer voor het aantrekken van water, maar die prikkelen direct de darmwand en bevorderen daarmee peristaltiek en daarmee ontlasting. Bisacodyl is het meest toegepaste middel. Dat kan zowel oraal als rectaal worden ingenomen. Senozide worden hier ook breed in toegepast. Senna-thee is bijvoorbeeld thee waar senozide in zitten. En Senna-thee heeft dan ook een laxerend effect. Net als in het geval van ulcuslijden is het vaak goed om te kijken of er niet beter preventie kan worden ingezet, zodat als er klachten komen, dat de kans daarop van klachten, dat de kans dat er klachten komen eigenlijk kleiner is. Voorkomen is in die zin beter dan genezen. En preventie van obstipatie kan plaats hebben in verschillende settings, maar zeker bij de start van behandeling met geneesmiddelen waarvan we weten dat ze een grote kans hebben op het veroorzaken van obstipatie. En de meest bekende daarvan zijn opioïden. Maar er zijn ook wel andere situaties waarin er een grote kans is op het ontstaan van obstipatie. Bijvoorbeeld bij onvoldoende fysieke inspanning, in het geval van bedlegerigheid, maar ook bij onvoldoende intake van met name vocht, is er een grotere kans op het ontstaan van obstipatie. Zoals je net al kon afleiden uit de werking van bijvoorbeeld macrogol, is vocht belangrijk om de ontlasting van een zachte consistentie te laten zijn, waardoor het makkelijker is om te ontlasten. Dus onvoldoende intake van vocht is een serieuze risicofactor voor het ontstaan van obstipatie. Dan zijn er ook nog zeldzamere elektrolytstoornissen zoals hypercalciëmie, maar er zijn ook andere niet-opiaat geneesmiddelen die bijvoorbeeld een anticholinerg effect hebben. Het gevolg van anticholinerge effecten is obstipatie, omdat er dan verminderde motiliteit van de darm is. De behandeling van obstipatie valt dus uiteen in oorzakelijk en symptomatisch. Oorzakelijk, dan kun je wel laxantia toepassen, waarbij een oorzakelijke behandeling is dus iets anders dan alleen maar het toepassen van laxantia. Bij bijvoorbeeld lokale obstructie is chirurgisch ingrijpen of een stent geïndiceerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een tumor van het maag-darmkanaal. Als er sprake is van een elektrolytstoornis, zoals de net genoemde hypercalciëmie, dan is het wel goed om laxantia toe te passen, maar daarmee los je het probleem niet op. Dus dan is correctie van de elektrolytstoornis wel geïndiceerd.
Ook bij lokale problematiek, bijvoorbeeld hemorroïden, is het belangrijk om die hemorroïden aan te pakken. Die hemorroïden kunnen namelijk veel pijnklachten geven, waardoor het eigenlijk vervelender en moeilijker wordt om te ontlasten. En daarmee houdt het zichzelf in stand. Symptomatische behandeling, dat is wanneer je dus laxantia toepast. En dat heeft zowel medicamenteuze component, die we net hebben behandeld, maar een niet-medicamenteuze component is vaak de eerste keus. Als net al genoemd, intake van voldoende vocht en vezels is belangrijk, net als lichaamsbeweging. Ten aanzien van medicamenteuze voorkeuren is het goed om te kijken naar de vorm van de ontlasting. Als er sprake is van harde ontlasting, dan is de insteek om die vooral eerst zachter te maken, bijvoorbeeld met volumevergroters en osmotische laxantia zoals macrogol of lactulose, waarbij bij onvoldoende effect een contactlaxant wordt toegepast als extra behandeling. Als er sprake is van zachte ontlasting, dan is het verder zacht maken van de ontlasting minder belangrijk en is dus de eerste keuze een niet-medicamenteuze maatregel of meerdere niet-medicamenteuze maatregelen en daarna pas het toepassen van een medicamenteuze behandeling, wat in dat geval dan wel een contactlaxant is. Contraindicaties voor het gebruik van laxantia, zowel oraal als rectaal, zijn eigenlijk situaties waarin de intestinale doorgang of passage van ontlasting door het maag-darmkanaal niet gegarandeerd is. Bijvoorbeeld in het geval van een perforatie van de darm, dan is het gevaarlijk om de ontlastingsfrequentie of de peristaltiek toe te laten nemen, omdat dan ontlasting niet door de natuurlijke uitgang het lichaam verlaat, maar de buik in kan lopen. Wees ook voorzichtig met het opwekken van ontlasting, toegenomen kans op diarree, als er al sprake is van een wankele elektrolytenbalans. Toegenomen uitscheiding van vocht via het maag-darmkanaal kan ook bestaande nierfunctiestoornissen bijvoorbeeld verergeren. Als er sprake is van fecale impactie, dat is meestal aan het einde van het maag-darmkanaal, dan is het belangrijk om die lokale fecale impactie op te lossen, bijvoorbeeld door eerst rectaal te laxeren en vervolgens te voorkomen dat er nieuwe fecale impactie optreedt door het daarna of tegelijkertijd behandelen van obstipatie van bovenaf door toepassen van laxantia oraal. Interacties tussen laxantia en andere geneesmiddelen zijn relatief weinig. We weten dat bijvoorbeeld magnesiumzouten, zoals net al genoemd in de behandeling van antacida, absorptieproblemen kunnen veroorzaken bij bepaalde antibiotica zoals tetracycline en quinolone. In dat geval moeten die middelen gescheiden van elkaar worden ingenomen. En het intensief gebruik van osmotische laxantia dient voorzichtig mee te worden omgegaan in het geval van gelijktijdig gebruik van digoxine, lithium of diuretica, want dat zijn geneesmiddelen die ook afhankelijk zijn van een bepaalde vochthuishouding in de darm voor een adequate werking. Dan tot slot gaan we nog in op de behandeling van misselijkheidsklachten. En dat wordt gedaan door middel van antiemetica of prokinetica. En de voornaamste groep geneesmiddelen die we toepassen in de behandeling van misselijkheidsklachten zijn de zogenaamde dopamine-antagonisten. Daarvan kennen we er twee die we veel toepassen, namelijk domperidon en metoclopramide. En die werken op de dopamine-receptor en die zorgen daarmee voor een toegenomen peristaltiek van het proximale maag-darmkanaal. En die toegenomen peristaltiek, dat is dus een prokinetisch effect. We weten dat een afname van peristaltiek van het proximale maag-darmkanaal kan leiden tot misselijkheidsklachten, oftewel emetische klachten.
En daarom noemen we deze middelen zowel prokinetica als anti-emetica. Maar dat gaat dus over hetzelfde effect. Van domperidon weten we dat het eigenlijk perifeer werkt en niet zozeer in het centrale zenuwstelsel in de hersenen. Terwijl metoclopramide zowel perifeer als ook centraal werkt. Het effect is eigenlijk hetzelfde. Het verschil zit er met name in de bijwerkingen. Contra-indicaties zijn darmobstructie, waarbij die toegenomen peristaltiek eigenlijk juist niet geïndiceerd is, zoals in het geval van een darmperforatie. Maar de ziekte van Parkinson is een specifieke contra-indicatie voor het gebruik van metoclopramide. De ziekte van Parkinson is namelijk een ziekte van onder andere dopamine-receptoren in het centraal zenuwstelsel, waarbij er eigenlijk onvoldoende prikkeling is van de dopamine-receptoren. En als je die dan vervolgens gaat blokkeren met het gebruik van metoclopramide, vererger je eigenlijk de symptomen van die ziekte. Andere bijwerkingen van metoclopramide zijn door de centrale werking slaperigheid of extrapyramidale bijwerkingen. Die zijn relatief zeldzaam bij kortdurend gebruik, vandaar dat we in Nederland over metoclopramide adviseren om dat maximaal 5 dagen aanheen te gebruiken. Van domperidon weten we dat het QT-verlenging kan geven. En dat is wel gevaarlijk, omdat het zeker in combinatie met andere middelen die QT-verlenging kunnen geven, zoals bijvoorbeeld plakkenil, kan dat leiden tot ritmestoornissen. Interacties zijn dus van domperidon met andere QT-verlengende middelen, zoals net genoemd plakkenil of haloperidol, antibiotica zoals fluoroquinolone. En van metoclopramide is een interactie levodopa. En dat is omdat levodopa is een dopamine-agonist die ook wordt toegepast in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Hier aan de rechterkant zie je een bericht van NRC dat daar onderzoek naar is gedaan. De kans op acute hartdood ten gevolge van overmatige QT-verlenging. Daarvan weten we dus dat het alleen in hoge doses kan optreden. Maar dat is alleen als je domperidon zonder andere QT-verlengende middelen gebruikt. Desalniettemin was het vroeger zonder recept verkrijgbaar. Maar dat is een paar jaar geleden aangepast. Waardoor je het nu alleen nog maar op recept kunt krijgen. Voor metoclopramide was dat al het geval. Daarmee zijn we eigenlijk aan het eind gekomen van dit college. We hebben het gehad over de behandeling van maag-darmklachten, van ulcuslijden, obstipatie en diarree. En tot slot hebben we het nog gehad over de toepassing van domperidon, metoclopramide, als zijnde prokinetica en anti-emetica in de behandeling van misselijkheidsklachten.